6 months and I think 2 weeks. Miek nog, die zichzelf nog even aan het schoonmaken is. Het is grappig, heel snel moet ik weer heel snel weg. Dan zullen we straks laten zien of het lekker is. Goedemorgen. Ik krijg steeds van vrienden de vraag van hoe ziet zo'n dag in Bhutan er nou uit? Dus ik dacht, ik begin vandaag. Het is nu iets van 7:15. Hier is geen klok. En eigenlijk hebben we tot op heden zijn we steeds wakker geworden zonder wekker. En op deze manier kan je dat hier permitteren. Omdat ik ook het gevoel heb dat ze iets hebben van, nou, zorg maar goed voor jezelf. En als dat betekent dat je dus iets later op kantoor bent, dan is het niet erg. Nou weet ik niet of ik dat geïnterpreteerd heb, of dat echt zo is. Maar goed, tot op heden. En nog geen wekker. Ik denk dat we voor de optie gaan toast met eieren. Kai is inmiddels ook up and running. Ik doe altijd een paar oefeningen lekker in de ochtend. Inmiddels is het rond een uurtje of 9 en lopen we ons huis uit. Dus dat zie je hier achter mij. En gaan we nu richting de crash. Dat is een andere crash dan we de afgelopen week hebben gedaan. Gaan we even kijken wat er mogelijk is. Misschien kan je daar een dag te laten. Of gewoon even zelf kijken of we het wat vinden en dan te beslissen. Kleintjes helemaal ingepakt, hè? Ja. Oh, lief. Kijk, Mother and Child Clinic. Ja, we zijn goed volgens mij. Ja, dat zijn ook niet. Nee, dat is het. But I wonder what they can make of it. Is it all in Dutch, you see? En I think 2 weeks. 6 months, 2 weeks. Yes. Zo, we waren net eventjes bij de HIV-kamer. Dan krijg je wel even een ander perspectief op je zwangerschap. Want hier wordt dus elke zwangere vrouw naar de kamer gestuurd waar de arts je gaat informeren over HIV. En ook gaat vertellen als je het hebt wat er gebeurt. Nou, dus daar word je niet per se vrolijk van. Wat namelijk betekent dat je een keizersnee krijgt. Om te voorkomen dat het wordt overgedragen en dat je ook geen borstvoeding mag geven. Ook om te voorkomen dat je het overdraagt. Dus nu gaan we een bloedtest doen voor de HIV. Ik zei van nou, ik denk dat het in Nederland wel gedaan is, maar ze zijn hier heel erg op. Dat ze volgens mij zo snel mogelijk dat willen weten en willen voorkomen. Dus we gaan even een nieuwe bloedtest doen. En die test, ik weet nog niet waar dat voor is, maar dat merken we vanzelf. We hebben in ieder geval een dokter die ons voortdurend begeleidt. Van het ene gebouw naar het andere gebouw. Geduldig wacht, tussendoor weer op doma koud. Worden we volgens mij heel vriendelijk geholpen hier. We gaan het zien. Oké, ja? Ja? Dat is goed. Ja, great. Ik ga dus niet meer in. Als er via beeld wordt overgebracht. Jullie zien Pieter niet aan de andere kant. Dan is het hier heel vies. Dan ga ik hier eventjes dus dit doen. Ik ben heel blij dat hij me een wc-bal heeft gegeven. Maar goed, het gaat maar heel snel doen dat we hier heel snel weg kunnen. Zo, het is weer klaar. Het schijnt allemaal goed te zijn gegaan. Of het schijnt, het is allemaal goed. En hier ligt Miek nog, die zichzelf nog even aan het schoonmaken is. Maar goed nieuws dus, daar zijn we erg blij mee. Dus we kunnen weer verder. Zo, alles is gedaan. Vrijdag terugkomen voor de resultaten. En dan krijg ik ook nog allerlei andere checks, zoals blood pressure en dat ze even gaan voelen of alles goed is. Dus op zich gaat het allemaal vrij soepel. Hier, kijk eens aan. Een suggestion box, daar kunnen we even over nadenken. Misschien iets meer hygiëne, vooral de wc. Iets handiger tuitje voor de urine af te leveren. Maar ze hoeven niks te veranderen in de vriendelijkheid. Want hij is de hele tijd bij ons geweest, van gebouw naar gebouw. Je moet hier het hele terrein over. Dus dat is ook leuk om misschien dat als positieve feedback te geven. Ik dacht, het is wel leuk als ik jullie meeneem als ik voor het eerst Bhutanese ga koken. Ik ga maken kewa dachi, wat eigenlijk betekent aardappelen, kewa, in kaas, dachi. Dus je hebt hier eigenlijk allerlei gerechten die op dachi eindigen. De meest beroemde is de ema dachi en de ema zijn de pepers. Eigenlijk gaat in elk gerecht pepers, maar emadachi is met alleen maar pepers en kaas.
In dit gerecht gaan aardappelen, tomaten, rode ui, knoflook en de gedroogde pepers. Die moeten er dus nog eventjes bij. En op een gegeven moment de kaas toevoegen. En Kai is eigenlijk altijd een goede graadmeter. En die is volgens mij heerlijk aan het genieten. En dan eindigt onze dag en daarmee ook de vlog van deze week in de Bukhari-kamer met wat kaarsjes neergezet om een poging tot sfeer te creëren. Om dat vreselijke Thea-licht te vermijden. Dus ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen zien, want ik weiger Thea-licht aan te doen. En de avond eindigt meestal met lekker wat dingen voor onszelf als Kai eenmaal op bed ligt. En dat is eigenlijk altijd een keuze een beetje van gaan we wat dingen regelen, gaan we een lekker boekje lezen of een spelletje spelen. En helaas komt het nog heel veel neer op het eerste, dat we toch heel veel bezig zijn om dingen nog te regelen. Bijvoorbeeld BB af te struinen op zoek naar een auto. BB is hier eigenlijk de marktplaats van Bhutan op Facebook. En omdat ik straks naar de kliniek zal rijden met niet echt goede verharde wegen, zijn we op zoek naar een beetje een goede auto. Dus dat is een zoektocht. En genoeg andere dingen zoals oppas voor Kai, schoonmaken hier. Nou ja, nog 1000 dingen die je af moet gaan. Maar goed, daar vullen we onze avonden mee in de enige warme kamer van het huis, de Bukhari-kamer. De Bukhari zelf is al aan het uitdoven nu. Even vooruitkijken naar volgende week zal dat in het teken staan van een keuze maken van de crash. We hebben nu bij beide een proefweek gehad en moeten we volgende week even gaan kijken bij welke gaan we Kai echt brengen. En zal ik terug moeten naar het ziekenhuis om de uitslag op te halen van de HIV-test en de urinetest en nog wat andere onderzoeken. En dat is wat ik weet wat er staat te gebeuren, maar eigenlijk is Bhutan het land van de ad hoc dingen, spontaan. Vaak hoor ik 's ochtends pas als er 's middags iets van me verwacht wordt of een uur later iets van me verwacht wordt. Dus we gaan vast nog veel meer beleven, maar dat zien jullie volgende week. Tot dan!